van Lisse gaan nog kijken. Een heel hard applaus voor alle vrijwilligers. En ook de organisatie Schop Welzijn, in dit geval hartelijk te bedanken. Maar ook de sponsoren die dit mede mogelijk gemaakt hebben. Dit alles, en je mag zo klappen, echt waar. Dit alles in het belang van onze jeugd. Die buitengewoon veel leren. Die buitengewoon veel plezier hebben en die met spannende verhalen het schooljaar weer in kunnen gaan voor fantastische resultaten. Het resultaat van de bouwwerken toont aan dat zij al heel erg veel kunnen. Dat zij bijgeleerd hebben over veiligheid en dat ze ongelooflijk creatief zijn. Om samen te gaan naar het grootste Maaisdoolhof in Vleringen, als jullie vakantie eigenlijk nog een beetje verlengd wordt. Om nou, nog in de nabijheid van jullie originele hut te gebruiken. Ook aan jullie even omdraaien voor de foto. Nou, ik vind het bijzonder om prijzen uit te reiken aan kinderen die hier gedurende hun zomervakantie meerdere dagen en sommigen wel weken gewerkt hebben aan hun woning, hun hut. In dit jaar het thema boerderij. Dus dat is gewoon hartstikke leuk om enthousiaste kinderen van een prijsje te mogen voorzien. Wat ik het leuke vind van Huttenland en wat deze editie ook echt aantoont, want we hebben vele jaren gehad aan de Vele Landen, nu is het hier aan de Bonnebroekse Straat, dat de plek in Almelo niet bepalend is. En ik hoop dat men steeds op zoek gaat naar een andere plek. En dan is het zo dat de ene keer het ene kind iets verder moet lopen of fietsen en de andere keer het andere kind. Maar het toont aan, door de belangstelling en de prachtige bouwwerken, dat de plek niet bepalend is, maar het enthousiasme van de kinderen, het enthousiasme van de vrijwilligers en natuurlijk de buitengewoon goede organisatie van Scope. Ja, het wordt wel afgebroken. Er wordt een klein deel wordt verbrand. Omdat dat toch wel een mooie, spectaculaire afsluiting is. Maar het grootste gedeelte van het hout wordt hergebruikt op verschillende manieren. Dus wat dat betreft niet door de toekomstige bouwen van dit perceel. Maar het hout wordt wel hergebruikt. Dus wel duurzaam en milieuvriendelijk.